Mantelzorgers zijn mensen die voor anderen zorgen. Voor zieken of voor ouderen. Soms krijgen ook kinderen met mantelzorg te maken. Wij vroegen kinderen van de Sint-Franciscusschool wat mantelzorg precies inhoudt. Volgens mij is mantelzorg zeg maar dat iemand, bijvoorbeeld je vader of moeder, die heeft iets bijvoorbeeld aan de armen en zo en die kan niet meer lopen. Iemand een ander mens helpt dat iets niet meer kan, bijvoorbeeld dat hij ziek is of dat hij iets heeft. Maar je kiest ook niet om zelf mantelzorg te zijn, dat word je of dat ben je gewoon. Milan heeft gelijk. Mantelzorger, daar kies je niet voor, dat word je. Daarom is mantelzorg vaak zwaar. Dat geldt zeker voor kinderen die mantelzorger worden. Bijvoorbeeld kinderen die zorgen voor een zieke vader of moeder. Om die reden geven medewerkers van het steunpunt mantelzorg speciale gastlessen op de basisscholen in Brunssum. In Brunssum helpen we mantelzorgers. We geven ze informatie, geld en ondersteuning. Belangrijk is dat de mantelzorger weet dat die hulp er is. Dat geldt ook voor jonge mantelzorgers. Vandaar de voorlichting op een school als deze. We willen het begrip mantelzorg bekendheid geven, maar vooral het begrip jonge mantelzorg. Ze weten dat die er zijn en we willen daar erkenning, maar vooral ook herkenning aan geven. De gastlessen zijn heel interactief. De kinderen beginnen de lessen met het maken van een tekening over mantelzorg. Ik heb getekend door een vrouw. Helpt dan degene die niet kan lopen om naar bed te brengen. Ik heb een man gemaakt dat niet meer kan lopen. En een vrouw dat hem komt helpen om zijn medicijnen te brengen. En een glaasje water. De tekeningen zijn het startpunt voor gesprekken in de klas over mantelzorg. Het doel van deze gesprekken? Mantelzorg bespreekbaar maken. Zo blijkt een van de kinderen in de gastles, Aymen, voor zijn blinde moeder te zorgen. Soms vind ik het leuk, maar soms vind ik het ook best zwaar. Maar als ik soms wil buiten spelen na school, kan dat soms niet. Gelukkig is er vanuit de klas begrip voor de situatie van Aymen. We hebben ook rekening met Aymen, als hij zich niet fijn voelt of zo. Dat we ook met hem over praten en allemaal van die dingen. Dat we eigenlijk ook voor hem zorgen. Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met het steunpunt Mantelzorg in Parkstad. Ze staan voor je klaar. Het is moeilijk, maar ik doe het toch omdat het mijn moeder is. En ja, ik ben eigenlijk zo'n jongetje dat behulpzaam is.